Hey, leuk je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer kringlopen natuurlijk, maar wel heel erg leuk. Een tijdje geleden had iemand mij een tip gegeven onder een video en toen dacht ik, wat was ook weer de tip? Toen ben ik even gaan opzoeken in mijn comments en toen vond ik de tip weer. Namelijk de rattenplan in Nieuwegein en ik heb die al zoveel vaker getipt gekregen, maar heel die combinatie zat omschreven dat ik dan ook nog eventjes langs de noppes en stack up moet gaan, dacht ik, geweldig. Ik heb vandaag de tijd ervoor en de rattenplan in Nieuwegein ben ik al een keer eerder geweest. Eén keer eerder en ik vond het toen al echt mega groot en heel indrukwekkend. En, ook nog best wel leuk, het is de ene hoogst gerankte rattenplan op Google dan. Na Arnhem. Arnhem was 1,5 uur rijden, dus ik dacht Nieuwegein. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er dus één keer eerder geweest met mijn moeder en mijn oma. En toen een beetje vluchtig gekeken voor mijn gevoel. En nu heb ik de hele dag de tijd. Dus let's go! Ik heb echt zin om nog hele leuke zomerse dingen te vinden. Want niet aankomende vrijdag, maar de vrijdag erop. Oh, dus aankomende vrijdag voor jullie. Dan wordt het weer heel erg lekker weer. Dus ik hoop dat ik al een beetje in de stemming kan komen. Dus laten we naar binnen gaan. Nou, en het is dus bij Huisdierenwereld in de buurt. Maar hier zie je de rattenplan. En het is heel chill, want je kan hier makkelijk parkeren. Kijk eens aan, mega top. En ik was zo slim. Ik heb vandaag eigenlijk geen BH aan, dus ik heb er snel nog één in mijn tas gegooid. Ik hoop dat ik veel kan passen vandaag. En we nemen deze. Of, oh, een car. Zal ik een car nemen? Ik ga een car nemen. Dat is chill. Ik heb echt letterlijk nog nooit in mijn eentje een car genomen. Maar oké. Okay. Kijk, dit vindt mijn moeder leuk. A T for one. Wel, deze is te saai, maar wel compleet. Want heel vaak zien we er eentje zonder schotel. En blijkbaar hoort het volgens mijn moeder met schotel. Nou, oké. Okay. Hier kom ik binnen. Daar is de koffiecorner, kassa, kunst en kleingoed nu een merkje. En ik ben hier wel benieuwd naar paars. Oh, hier hangen ook een aantal, of hangen, hier staan bedoel ik, een aantal dingen ook op kleur. Wel cute. Het is echt ook heel erg groot hier wel. En daar is nog de rest. Ik heb ook eigenlijk heel veel zin om kleding te kijken, maar ik weet niet. Ik vind het leuk om ook even alles te bekijken. Lourdes, dat is toch een plaats in Frankrijk of zeg ik nu te doms? Ook wil ik eigenlijk echt heel erg graag nepbloemen vinden voor een DIY. Dat moet ik nog even vinden. Cute. Oké. Okay. Ik wil altijd een car. Kan ik gewoon zo doen? Nee, oké, dan maar niet. Oké. Mijn inner child kan dit niet aan. Ik denk oprecht dat ik dit wil. 50 cent. Ja, dat ga ik 3 keer gebruiken. Dat weet ik nu al. Ik wil het. Ik wil het echt. Dat is erg. Maar ik ga nog eventjes verder kijken. Want, ik weet niet of jullie die video laatst hebben gezien. Maar ik heb dus zelf een statementketting gemaakt. Met, nou niet per se een vormpje, maar een uitsteekvormpje is nog handiger. Want ik deed het in een soort van ijsvormpje. Kijk, in zoiets, maar dan met een vormpje. Namelijk in de vorm van een schelp. Maar ik ga wel even kijken nog hier. Kijk, dit beertje is te groot als ketting, maar dit zoiets filmde ik dan, zeg maar. Maar dan de schelp. Ik hoop in ieder geval dat je die video hebt gezien. Kijk, dit is wel een bloemetje. Maar ik hoopte dan dat aan deze kant het bloemetje wat kleiner was, zodat je hem hol kan maken. Maar ik vind het een leuke vorm, maar dit is niet het. Oh, dit bestek hadden wij naar ouders. Deze set is zo cool. Sangria. Totaal niet nodig, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik denk ook eigenlijk niet eens dat ik hem ooit zou kopen, ook al had ik het nodig. Want het is niet helemaal mijn stijl, maar ik vind hem gewoon cool. Hij is gewoon special. Oké, aan de andere kant zie ik niet nog iets echt van een vormpje wat ik zou kunnen gebruiken. Zo, dat is een mega hard vorm. Zo, ik kwam even niet op het woord.
acrylbakjes. Ook helemaal leuk. Is het plastic? Oh nee, het is gewoon glas. Het staat het hier. Nou ja, oké. Okay. Wat is het leuk om even hier te kijken. Nou, nee. Ik ben ook altijd nog steeds op zoek naar gekleurd glas. Maar dit is allemaal flink doorschijnend. Dus not what we're looking for. Deze is wel echt heel erg cute. Maar dan weet ik natuurlijk ook helemaal niet wat ik ermee moet. Natuurlijk er iets in doen. I get it. Maar ik zou niet weten wat ik erin zou doen. Ik vind hier. Dan alleen het dit stukje nodig. Nee. Oké, hier bij de lamp heb ik eventjes gescand en meubels, ja, dat heb ik zo niet nodig. Dat we gewoon lekker snel doorgaan naar iets wat ik wel wil zien. We gaan richting kleding, schoenen en ik zie hier al eerst wat sieraadjes. Ze hebben hier een aantal nieuwe schoenen. Dus mocht je dit leuk vinden, ze hebben hier heel veel maten. En de prijs €15. Nou, chill. Verder niet echt leuke sieraadjes. Nee. En ik ga even een beetje achteraan beginnen, want het is hier vrij druk, moet ik zeggen. Oh my god, ze hebben hier gewoon echt de dierenprintjes even bij elkaar gehouden. Stuk. En regenjassen. Leren jassen. Kijk, ik liep op de lange jurk af. En toen zag ik even hier setjes pyjama's van satijn en zo. Dus hier ga ik heel, heel even tussen kijken. Naar de lange items. Hier is badkleding, maar dit is wel grappig, een contrasterend dingetje. Maar ik heb het gevoel, ja nee, dit elastiek is helaas overleden. Wat leuk kunnen zijn. U weet het wel sexy. Oké, ik heb een aantal dingetjes gevonden. Vraag me alsjeblieft niet wat dit is. Want ik weet het ook niet waarom ik het heb gepakt. Maar ik ben gewoon benieuwd. Nu ben ik even bij de grote maten aan het kijken. En dan ga ik zo meteen weer terug. Oeh, en daar naartoe. Herenkleding. Oké, bij de grote maten heb ik nog een aantal dingen gevonden. En het is nog steeds zo druk bij de dames. Maar dan gaan we gewoon eventjes lekker naar de heren. Want er staat niemand. Oeh. Nice. Maar volgens mij heb ik al laatst een blauw met witte zwembroek voor Zieke gekocht. Maar oké. Helaas hangt de mannen weer herkenbaar leeg. Zo. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Oh. Ook nog even een heel leuk groen topje gevonden. Heel erg benieuwd naar deze. Voor de padel. En hij hing bij de mannen. Maar het lijkt alsof die een beetje voor de vrouw is. Zeg maar qua... Nou ja, dit. Ik kom er niet op dat hij een beetje... Weet je wat? Laat maar. Ik dacht ook net bij de mannen een heel leuk giletje te vinden. Maar die was dus niet leuk. En ik heb wel net deze gevonden. Ik ben bang dat hij een beetje groot is. Maar ik hoop het. Kijk hoeveel ik heb gevonden. En ook over de... Ik weet het gewoon allemaal niet hoor. Met deze al helemaal niet. Maar het is gewoon leuk. Probeer van alles. Ik heb nog een topje tussen de 1 euro dingetjes gevonden. Gewoon een simpel topje. En nu gaan we even naar de schoenen. Ik vind deze heel erg leuk. Alleen de kleur, of zeg maar, het stijltje heel erg leuk. Maar de kleurencombi is het voor mij niet. Maar wel leuk. Ik zit nu bij de kleurtjes te kijken. En ik heb een heel kleurrijk ding, maar ik weet het nog niet. Oké, alle 4 de pashokjes zijn vol. Dus ik ga eventjes bij de kinderspeelgoed kijken. Want misschien zie ik wel iets voor een ketting. Ik heb mijn ketting, ik moet echt mee ophouden. Altijd als ik 1 ding leuk vind, dan ga ik alleen maar door. Ik heb schandalig veel. Kijk. Maar, dit is een rok.
niet waarom ik die überhaupt gepakt heb. Maar het is wel een diverse stapeltje. Oké, ik heb de rok aan. En hij is te klein. Maar hij is te klein. Hij zit erg strak. Dus deze gaat uit en minder erg dan op de hanger, moet ik heel erg toegeven. Maar nee. Oké, ik dacht bij deze short dat het wel leuk zou zijn en lekker losjes. Maar ik heb hem vast moeten houden aan de achterkant, want hij is helaas te groot. Maar hij zit wel heel erg lekker. Dus had leuk geweest. En ja, ik moet zeggen, ik weet niet ook wat ik van die kleur roze vind. Het lijkt nu ook een stukje donkerder. Maar het is echt een beetje licht roze. En misschien past dat niet zo goed bij mijn huidskleur. Maar ja, het past toch niet. Dus deze gaat ook weer uit. En er is heel weinig licht. En een kleine spiegel. En de spiegel voor is bezet. Dus we moeten het even doen met dit kleine spiegeltje. Maar ik ben Rataplan van. Oké, ik heb nu een zwarte broek aan. Die is een beetje een soort van sportstofje. En die leek mij gewoon heel erg lekker om in te werken. Want ik ben een beetje mijn goede broek aan het verknallen als ik bij Fratelli werk. Want ik heb niet echt broeken die gewoon echt vies en kapot mogen worden. Of in ieder geval, en die er dan nog een beetje representatief uitzien. Dus gewoon simpel zwart. Dus daarom dacht ik misschien deze wel. Het zit wel heel erg lekker. Maar ik wil altijd een net iets langere onderkant. Maar dan denk ik, ja, ik sta achter de, hoe heet dat? Mensen zien toch de onderkant niet. En het is niet zo heel erg. Dus ik twijfel over deze, want hij zit echt super lekker. Ik kan er gewoon in bewegen heel makkelijk. Dus het voelt als een sportbroek. Maar omdat hij een beetje wijde pijpen heeft, ziet het er nog steeds goed uit. Ik ga nog even nadenken over deze. Ik heb de polo aan en die is top. Het zit gewoon heel lekker. Dus hier ben ik heel blij mee. En deze man heeft een heel lekker parfum opgehaald altijd. Ik baal heel erg, want ik vind dit echt zo'n schattig topje. En dan die witte Volant rok eronder. Helemaal leuk, maar dit is wel heel heftig. Maar ik vind het wel echt cute. Maar kan toch niet dit? Oké, een paar seconden later. Ik heb een snap gemaakt om advies te vragen aan vrienden. Ik wil hem gewoon nog niet uit, want ik vind hem gewoon zo cute. Maar ik heb gewoon soms grote tieten voor dit soort topjes. Maar ik, waarom eigenlijk? Want tegen iemand anders zou ik zeggen, doe het gewoon aan. En nu zelf ik, denk ik. Ik sta er nog steeds. Ik ga maar gewoon even verder bossen. Ik heb ook geen BH aan. Dus als ik wel een BH aan zou hebben, dan zit het gewoon ook nog hoger, weet je wel. Dus met het pyjama setje was ik eigenlijk alleen maar benieuwd naar de top. Omdat hij gewoon iets heeft wat nu echt amazing is. En waar mijn Pinterest-bord mee vol staat. Maar het kanten stuk schijnt door. Dus dan heb ik mijn tepels. Maar dat hij zo, ja, trouwens, dat hebben we allemaal. Dus het valt niet echt super erg op. Maar mocht je er trigger van vinden, ja, niet kijken. Maar het is cute, maar heel te klein. Want, nee. Maar ik vind het wel heel erg cute. Dit kan iemand zo zwaar rocken. Maar it's not me. Ik vind hem amazing. Echt amazing. Love it. Love it, love it, love it. Maar nee. Ik hoopte dus dat deze wat zou zijn. Maar ik vind hem niet leuk. En hij is ook net weer een beetje te groot. Als hij iets kleiner zou zijn, dus iets strakker, zit al een stuk beter. Maar hij zit zo. En ik kan hem natuurlijk laten innemen. Maar het is hem verder ook niet. Het is niet het. Dus ik ga hem terugleggen. Oké, dit is het 1 euro topje. Maar toch vind ik de halslijn het ook niet, zeg maar. Dus ook al is hij maar 1 euro. Ga ik hem toch dan niet dragen? Dan heb ik liever dat iemand anders hem kan dragen voor 1 euro. Nog 2, 3 items. Ja, deze moet ik helemaal niet gaan passen. Die vind ik toch niks. Mijn haar gaat steeds beter zitten van al het passen. Maar hier ben ik weg van. En ik heb even dat hemdje dat ik mee heb genomen aangedaan. Ik ben hier wel weg van eigenlijk. Ik zie mij al modellen. Top. Ik zit een beetje in dubio over deze. Armlengte, perfect. Dit, perfect. Kleur, perfect. Zit heel lekker. Maar ik weet dus niet wat ik van de hals vind. Het is wel chic. Ik ga nog even, denk ik, twijfelen over deze. Ik weet het gewoon even niet.
Het is wel een hele mooie basic of zo, weet je wel. Maar ik denk, doe hem toch heel veel gewoon aan. Maar het zit niet. En ik heb even deze band getracht om onder mijn tits te gooien. Maar volgens mij moet hij er gewoon op of zo. Maar het is... Nee. En nu ben ik klaar. Eindelijk. Ik voel me fucking schuldig. Want ik heb gewoon echt te veel items in mijn dingen. Echt niet oké. Maar ja, nu heb ik het al gedaan. En weet je wat het was? Ik durfde ook niet naar buiten om te zeggen... Wil iemand even eerst? Want normaal gesproken doe ik dat altijd. Maar nu durf ik het gewoon niet. En nu durf ik ook niet naar buiten te lopen met alles. Maar ja, ik moet het toch doen. Oké, dit zegt Leo over dat topje. Dus ze heeft me overgehaald. Oké, het regent. Maar ik ben bij Stack Up. En ik ben hier een keer eerder geweest. Samen met mijn moeder. En toen was het geweldig. Want toen waren er kittens te koop. Ja, dat zal nu niet zo zijn. En ik kan jullie vertellen. Ik heb getracht een kitten te kopen. Maar het mocht niet van Zico. Ik heb helemaal foto's, filmpjes. Ik heb alles. Maar helaas. Het regent. Dus ik ga naar binnen rennen. En ik heb net bijna 30 euro uitgegeven. Dus ik ben goed geslaagd. Kijk, hier is het. En daar staan ook bijvoorbeeld allemaal, hoe heet ze nou? Kuikentjes, kipjes en zo. Dus ja, nou. Snel naar binnen. It's rain and rain. En het is een kleine kringloop. En kijk wat ze hebben. Mais. Ik ben namelijk allemaal imitatie eten en zo aan het kopen voor Zico. Maar mais gaat nooit op pizza's, dus die laat ik liggen. Daar kwam ik door binnen. En het is echt dus heel erg klein. Maar vorige keer had ik hier volgens mij een sieraad gekocht. Dus ik denk wel dat ik hier snel klaar ben hoor. Maar toch leuk om even te kijken. Ze hebben ook echt benut gemaakt van alle ruimte die er is. Hier gaan we even kijken. Oh, die zit hier mogelijk in, denk ik. Hij is wel leuk, maar hij mist iets. Misschien een bedel eraan. Dus het is misschien wel een leuke basisketting of zo. Ja, ik heb niet een bedel voor eraan nu nog. Ook even maken of kopen. Het is toch wel grappig. Ik twijfel nog even door. Oké, ik was net bij de kleding en ik ben er nog niet helemaal klaar, maar het werd een beetje druk. En toen zag ik brokant en zo deze kant op. Nou, daar ben ik heen gegaan. Het ziet er zo schattig uit. Ik zie alleen niet... Ja, ik vind deze glazen natuurlijk heel erg leuk, maar daar gaat natuurlijk te weinig in. Het zijn geen wijnglazen. Leuk. Ik heb iets gevonden voor mijn moeder. Ik heb pashoekjes, dus ik doe hem gewoon even. Een pashoekje, er is er één. Ik pas zo iets en mijn moeder ook niet. Helaas. Het was een hele mooie, of het is een hele mooie spijkerjurk. Ik had dit zwarte basic rokje gevonden, maar die is net even een beetje te groot. Ik heb hem even een beetje voor me gehouden. Dus deze gaat weg. Ik heb net iets gekocht. Een tas. Hij is geweldig. En jullie gaan niet geloven welke kleur die is. En misschien weet je het nu al. Maar oké, ik moet nu naar de... Of ik ga nu... Ik ga nu naar de Noppes in Nieuwegein. En die is dan op 4 minuutjes rijden nog. Dus dat is echt goed te doen. Vanaf Rattenplan naar hier was het iets van 6 minuutjes. En nu 4 minuutjes. Dus inderdaad een leuk... hoe heet dat? Ritje. En nu sta ik pal voor de Noppes. Ik moet alleen zo nodig plassen. Ik kan niet meer nadenken. Maar hier ben ik al wat vaker geweest. Ik denk 2, 3 keer met mijn moeder. En ja, ik weet niet. Het is gewoon een prima kringloop. Iets kleiner, wat ik al gewend ben van een Noppes, maar gewoon top. Fucking chill. Deze past zo op mijn Pinterest board, maar veel te klein. Wel heel erg leuk. Verder heb ik net ook even bij de mannen gekeken en niks gezien. En nu, dit. Oh, dat een set was, maar het zijn gewoon 2 dezelfde shirts. Dat kan ook, hè, dat kan ook. Dit is echt niet mijn kleur. Toch verder kijken, maar ja. Who knows? Deze is fantastisch.
Maar het is maat SM. Zou ik nooit passen. Qua maat bedoel ik dan natuurlijk. Hè? Dit is vintage. Kijk! Wat grappig. Moet ik eerlijk toegeven dat ik qua kleding nooit heel erg de vintage dingen leuk vind. Maar we gaan even kijken. Cute. Ook allemaal van die lange jurken. Het is echt wel heel erg vet. Ik moet het eerlijk toegeven. Kijk dit. Oh my god. Maar ik zie dus nu allemaal van deze. En dit is deco, dus het niet te koop. Maar dit zoek ik dus. Ik ben nu hier aan het kijken bij de kettingen. En ik bedacht me net dat ik helemaal niet meer terug ben gegaan voor die gestreepte of zwart-wit ketting. Maar dat geeft niet. Hier dus ook even gekeken. En het enige wat ik op zich leuk vond, was deze. Nou, ik ga... Oh, ik heb hier nog helemaal niet gekeken. Ik zie een paar vrolijke rokjes. En als ik hier niks tussen vind, ga ik lekker naar boven. Ga naar boven. Het viel me alleen een beetje op dat ze veel kleine maatjes hadden. Dus dat vond ik wel jammer. En ik kijk natuurlijk altijd ook tussen de grote maten. Maar nu, klein goed. Ik ga weer naar beneden. Het enige item wat ik heb gezien, wat ik wel leuk lijkt, is deze. Allemaal beschadigingetjes. En deze is 13,50. Goed even. Oh, 13,12 euro. Omdat het een Gary Weber item is. Maar die ga ik niet passen. Zo. Ik schrok van deze vrouw. Kijken of dit wat is. Het zou kunnen. Ik weet niet. We gaan even naar de spiegel hier buiten. Nee. Oké, nu zie ik deze bloem. En die is mooi. Maar ik denk dat dit te groot is. Kan deze eruit? Nee, het moet in één keer, denk ik. Oh ja. Nee, die is te groot. Wat jammer. Hij is leuk, toch? Het is echt zo'n tropische bloem. En deze zijn te klein, maar leuk. Moet je het zelf hier wegzetten? Wegzetten? Ja. Nee hoor, is goed zo. Of het is te duur. Oké, zou ik de bloemen erachter zetten? Hier staan bloemen. Nee, het is helemaal goed zo. Inmiddels ben ik bij mijn opa en oma, of in ieder geval het huis van mijn opa en oma, maar ik zit bij mijn oma, die zit hier. Dus, dit is eigenlijk de eerste keer ook dat ik zo'n video film waar je bij bent. Ja, dat ik zo'n shot nog doe. Dus dan hebben we nu ook het commentaar van mijn oma erbij. En dan ga ik jullie even laten zien wat ik dus allemaal heb gekocht. Het allereerste wat ik heb gevonden en ook heb gekocht is... Dit is zo leuk, zeg. Een pannenkoekenvormpje. Oh, wat leuk. Ik moest dit hebben. Ja. Maar dat is ook heel erg leuk. Is toch leuk? Ja, zou je het nog gezien? 50 cent. Ja, super. Nou. Ik moest dat gewoon. Ik zei al, ik begin gebruik het twee keer, maar dan ben ik er gewoon heel erg blij mee. Ik ga gewoon pannenkoekjes maken op zondag. Ik heb er helemaal zin in. Die had ik gekocht. Ik heb een lessen. Ik lust geen ei. Oh nee. Oh, ja. Ik heb een broek gekocht. En dit is een broek, moet je maar voelen. Het is echt gewoon super zacht. Ja. En voor te werken. Oh, dat is goed. Ik heb iedere keer mijn eigen broeken een beetje aan. Ja. En nu maak ik al een beetje gaten in die broeken of die worden vies. En ik denk dat deze heel lekker zit. En makkelijk te wassen. En makkelijk te wassen is. Yes. Dus dit is echt een perfecte broek. En die drogen nog makkelijker. Dat hij heel snel droog is, hè? Ja. Ja, dat denk ik dus ook. Hij was €5,50. Ja. Dus, maar eerlijk is eerlijk, ik zou deze net iets langer willen. Deze broek bijvoorbeeld zit al lekker lang op de grond, dat vind ik fijn. Deze is misschien net te kort, maar het is niet de modeshow, dus dat ik er lekker in kan werken. Nee. Dus daar ben ik blij mee. Ja. Want nu heb ik soms een broek aan dat ik denk, oh, die mag echt niet vies worden. Nou, oké. Okay. €5,50 heb ik al gezegd. Dit is een sportshirtje
voor ook €5,50. Heel leuk, Nike. Nike, ja, Nike. En dan kan ik daarmee padellen. Oh. Oh, dat is leuk. Ja, toch? Ja. Dan val ik goed op. Ja, helemaal leuk. Mooie kleur. Vind ik ook. Dan, ik heb heel erg getwijfeld over dit topje. Maar hij zat dus heel erg goed bij mijn armlengte en al die dingen. En ik vond de kleur gewoon heel erg mooi. Dus ik heb hem gekocht. Mm-hmm. Maar, ja, dit is de maat XS. Ik heb gespannen. Kon je die aan? Hij lekt lekker mee. Ja. XS. Maar €3,50. En ik dacht gewoon, dit zit gewoon heel erg... Super chill. En het is gewoon fijn voor laagjes. En ik twijfel dus een heel klein beetje over de kraag. Maar ik vind hem toch heel erg leuk. Dan, ja, dit shirtje, Zeta. Ik denk, dit heb ik echt iets grote tietjes voor. Dus ze komen er hier een beetje uit. Dan kan je niet bronken. Ja, ja, dus ze komen hier een beetje uit. Maar ik vond hem gewoon heel schattig. Ja. En ik wist al helemaal precies hoe ik hem zou combineren. Dus ik heb hem wel gekocht. Ja. €3,50. Nou ja, ik kreeg geen bouwtje aan het hadden. Hè? Wilt aan het hadden. Maar ik vind het zo'n schattig mouwtje. Ja. Ja, ik vind het leuk. En ik vind het strikje ook hier leuk. Heel leuk. Ja. Ja. Maar hij was dus erg... Met de bloepers. Met zijn vakantie is het goed. Precies. Dan... Ik wil even mijn... Zonder kan je niet. Een herenoverhemd. Een herenoverhemd, inderdaad. Ik heb dat altijd. Ja. Maar, Zeta, dit is er eens van... Marco Polo van Ralph Lauren. Marco Polo. Van een polo van Ralph Lauren. Nou, dat is een hele mooie, goede kwaliteit. Ja, moet je voelen. Hij is ook mooi gekreukeld. Ja. Nou, hij is wel lekker. Ja. Oh, ik kijk wel een jasje. Vandaag misschien. Ja, maar ik heb nu dan als trui al gepakt natuurlijk. Ja, we gaan naar een musical. Wacht, mag ik even kijken? We gaan naar een musical. Dus, wat is er? Wat heb je gezien? Oh, moet je even naar kijken, hier zitten vlekken. Ja, maar dat heb ik al vaak. Ik had het wel gezien. Maar dit lijkt gewoon een vlek die er wel uit kan. Toch? Het is gewoon een beetje stofvlek. Ik denk het. Ja. Ik denk het ook. Maar dat komt goed. Maar, Zeta. Ik vind het ook. Als er één kleur is die ik eigenlijk niet draag en niet heb qua kleding, echt niks, is het rood. Ja, en kijk wat ze gekocht hebben. Kijk wat ik gekocht heb. Leuk. Maar hij is leuk. Handig. Ja, die zijn handig, die tasjes. Ja, maar ook heel leuk. Ja. Want ik ging gewoon even langs bij mijn oma. Maar ik heb dus deze tas vandaag mee. En mijn opa en oma zouden naar een concert gaan. Of een musical gaan. En nu ga ik mee. Tada! Ik heb gewoon deze tas. Ja, leuk. Maar ik heb geen jas bij me. Dus ik heb een blauwe trui van mijn opa. Deze broek. Maar je bent kleurrijk. Ja, toch? Ja, en ik heb rustig. Je bent lekker donkerblauw. Maar dat is alles wat ik heb gekocht. We vergeten even een paar prijzen nog te vermelden trouwens. Maar die Ralph Lauren was €8,50. En deze, had ik het misschien wel al gezegd hoor, was €3,50. En de tas was ook €3,50. En hij is van origine van Esprit. Wat? Dus wel een goede kwaliteit ook. Oh ja, dat wou ik nog even zeggen. Dat was dus bij de... Nou, dat zijn voor noodgevallen geweest voor diegene die het had. Ja, maar je zou toch denken dat ze dan even kijken wat er allemaal in zit en dan eruit halen? Ja, of dat van de kringloop moeten ze dat doen. Ja, dat bedoel ik, dat de kringloop dat zou doen. Maar ja, in ieder geval, deze komt bij in Nieuwegein hier bij Stack Up dus vandaan. En die mensen waren zo super lief. Het was een hele kleine kringloop, maar hele leuke mensen. Komt opeens een man naar me toe. Hey, heb je eigenlijk al koffie gehad? Gewoon heel lief. Daar heb ik dus ook bijvoorbeeld die... jurk die ik voor mijn moeder had bedacht gepast die niet goed was. Dat was die winkel. Heel blij mee. En in de Noppes in Nieuwegein heb ik niks gevonden. Dus ben ik naar huis gegaan met lege handen. Maar dat is niet erg, want ik had genoeg zoals je ziet. Wat vind je het leukst? Ik vind het leukste tasje. Ik eigenlijk ook wel. Die is het bijzonder, zeg maar. Die is special. Nou, leuk rood of wel een lege rood? Omdat ik, ja, precies. Nou, het lijkt me helemaal leuk. Ook gewoon met blauw en wit. Maar het overhemd zie je ook altijd leuk. Staat jou ook altijd leuk. Die draag ik zo vaak. Ja. En je broek is heel goed? Ja, eigenlijk is alles heel goed. Ja, nou ja. Heerlijk, dat tapje. Nou, ik ben nieuwsgierig. Ik zal even laten zien hoe die staat. Het is echt
Oh, maar bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan natuurlijk even het woord rood achter. Kan niet anders. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie er ook van vinden. En mocht je dus ook nog een tip hebben voor mij, zoals die kijker die dit had getipt, van rattenplan, noppes en stack-up, laat maar weten, want dan kan ik dat misschien ook gaan doen. Bedankt en doei doei! Doei!